Het Polytechniek College heeft nu een eigen gebouw waarin er zelf praktijklessen kunnen worden verzorgd. De onderwijsinstelling, die vandaag 25 jaar bestaat, nam het gebouw op het terrein van de Anton de Kom Universiteit als cadeau officieel in gebruik. Waarnemend directeur Marjorie Tellecht zegt dat de ingebruikname een lang gekoesterde droom is. Nou, dit gebouw is dus tot stand gekomen in eerste instantie omdat we een project hebben gedaan bezig zijn met het project van de IDB. En dat project behelst een van de onderdelen dat we een technische faciliteiten opzetten. En dat is dus nu vandaag, we hebben een robotics lab en we hebben een elektrotechniek lab. Nou, een lab zonder materiaal kan natuurlijk niet, dus het materiaal in onze labs, de robots en alle elektrotechniek materiaal, dat hebben we gesponsord gekregen door Petronas. Toen de robots aankwamen, dat was ook een hele uitdaging, want financieel koersstijgingen, COVID, vertragingen. Maar toen ze er eenmaal waren, waren we nog niet klaar met het gebouw. We hebben vandaag pas de ingebruikname. Dus Laparkan heeft dus aangeboden om ze gedurende een jaar voor ons op te slaan zonder extra kosten. En dat is ook een enorme ondersteuning voor ons geweest. Tellecht zegt verder dat het stukje grond waarop het gebouw staat is aangewezen door de overheid. Het is de bedoeling dat de gehele campus van het PTC wordt gehuisvest op dit terrein. De directeur van Laparkan NV, Aigen Oudu, zegt dat hij niet heeft geaarzeld toen het verzoek voor hulp met de opslag kwam en hij besloot als bedrijf direct te helpen. Iedereen wil bijdragen tot de olie- en gasindustrie. Tegenwoordig zeggen we energy industry, no longer oil and gas, right, Mr. Petronas. PTC kan daar een hele belangrijke rol in bij invullen om de local content daar gestalte aan te geven. In plaats van mensen te laten halen uit het buitenland, laten we ze ook hier opleiden. Zodat we onze eigen local content kunnen vervullen. Tweede is ik heel kort, ik wil de PTC garanderen dat wij ons bedrijf de doelen van PTC zullen blijven ondersteunen. Dus u kunt ook rekenen op onze steun de komende jaren. Mevrouw Tellecht, waar is zij? Ja, geef je door aan de directeur. Ik wil u nogmaals feliciteren met dit huwelijk feit. 25 jaar PTC is niet eenvoudig. Het is een mijlpaal. Ik ben zelf ook origineel onderwijsman, lesgegeven jarenlang. En ik vind dat het belangrijk is dat wij studenten de kans te geven, de ruimte moeten geven om zich te ontplooien. Oudu stelt dat lokale ondernemingen niet bang moeten zijn om te investeren in projecten die de gemeenschap ten goede komen. Tellecht verklapte dat het prijskaartje van het gebouw ruim 3 miljoen SRD is. Voor de uitbreiding stelt ze dat elke organisatie die wil bijdragen mag helpen met de verdere uitbreiding. Maar de organisatie blijft doorbijten om alles zelf te doen als het niet anders kan.